Voorzitter, ik kom op een ander punt. En dat is om in Vlaanderen te blijven. Daar is ook gezegd, behalve mediadiensten moeten ook kabelaars en telecombedrijven, maar ook videoplatforms als Instagram, TikTok, Google en Facebook, ja, ook onder de investeringsplicht vallen. Die discussie is hier in het verleden ook gevoerd in de Kamer. Dat bleek ook in Europees verband lastig te zijn. Maar wij vinden deze ontwikkeling wel interessant. Wij weten niet precies met de berichtgeving die we hebben hoe dat precies gaat werken in Vlaanderen. Het is nu iets wat uitgesproken is door de Vlaamse regering en dat ze dat willen. En wij zijn heel erg benieuwd. We roepen ook de staatssecretaris op om te kijken hoe dat daar gaat. Wat voor kansen dat met zich meebrengt om ook hier in de toekomst die investeringsplicht en de rijkwijde daarvan. Ik zag ook een amendement van de heer Quint om ook naar die rijkwijde te kijken van wie willen we er allemaal onder laten vallen in de toekomst. Wij zullen daar in een tweede termijn met een motie komen. Maar nu de vraag aan het kabinet om daarop te reflecteren. Het is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling, want dit soort techreuzen verdienen hier enorm veel. Ik zal het niet hebben over de advertentiemarkt. Extreem. En ik zou het heel erg fair vinden als zij meer gaan bijdragen aan de Nederlandse mediasector. Tot slot, wij mogen gewoon principieel mogen wij van mediadiensten, commerciële mediadiensten en hun aandeelhouders verwachten dat ze een deel van hun omzet hier investeren. Dat moeten we vastleggen. Dit wetsvoorstel beoogt het goede, maar regelt het nog niet. Ik wil nog één keer onderstrepen ons het amendement met GroenLinks over het vastleggen van een percentage om het ook daadwerkelijk ten goede laten komen aan Nederlandse productiehuizen. Het risico van zoals de wet nu is opgebouwd en hiervoor ligt, kunnen grote on-demand diensten ook zeggen, joh, we doen het al, we vinken het af. Ja, en dan stelt dit wetsvoorstel zoals het nu is geformuleerd heel weinig voor. Dank u wel, de heer Bosma, PVV. Nou, dan lijkt ik een beetje antwoord te hebben gekregen op de vraag die ik wilde stellen. Want de heer Mohandes gebruikt 100% van zijn spreektijd voor het aanprijzen van zijn eigen amendementen en zijn moties. Maar mijn vraag is, ja, kijk, als de wet niet wordt aangenomen, hebben die amendementen natuurlijk ook geen zin. Dus gaat de PvdA, gaat de linkse wolk voor of tegen deze wet stemmen? Ja, Mohandes. Ik spreek vooralsnog namens mezelf en de Partij van de Arbeid. De linkse wolk, collega, komt straks aan het woord. Nee, maar ik zal zelfs serieus ingaan op uw vraag. Kijk, allereerst, ik heb bewust mijn spreektekst opgebouwd langs de amendement, omdat je daar verandering wil ten opzichte van het wetsvoorstel. Er ligt een wetsvoorstel en ik vond het zuiver om ook toe te lichten waarom we dat willen veranderen. Dus dat is één. Twee, ik heb in mijn spreektekst heel duidelijk aangegeven welk punt het zwaarst weegt van alle amendementen. En dat is het punt dat als we niet vastleggen in de wet het percentage van de investeringsverplichting ook daadwerkelijk ten goede laten komen aan die productiehuizen, meneer Bosma, dan stelt deze wet niets voor. En dat is een heel belangrijk amendement. Dat wil ik er even uitlichten voor u. U vraagt om duidelijkheid. Amendement 11, zeg ik even. Als amendement 11 niet wordt aangenomen, dan stemt u tegen de wet, begrijp ik. Maar ja. De heer Mohandes. Ik moet heel eerlijk zeggen, misschien is dat nog een beetje de bestuurlijke modus in mijzelf als Kamerlid. Ik vind het altijd wel chic om gewoon het echte beraadslaging met elkaar te hebben. Ik wil u ook interrumperen en andere collega's om echt te kijken waar kunnen we elkaar ook vinden. Dat meen ik oprecht. Maar laat ik heel eerlijk zijn, meneer Bosma, als we dat punt niet harder regelen, dan stelt deze wet niets voor. Dus als ik tegenstem, dan maakt het niet veel uit. Als ik voorstem, maakt het ook niet heel veel uit, want er gaat niks veranderen. Maar dan neig ik wel naar tegenstemmen als we dat niet goed regelen met elkaar. Dank u wel.